Een hele goede middag, traders. Dit is de marktanalyse van woensdag 8 augustus 2018. Het is nu rond 2:30 en we gaan weer naar de markt kijken. De vorige keer hadden we in de Dow een aantal punten te bespreken. Een daarvan was: waar ligt de dagcyclusbodem? We hadden de optie dat die mogelijk hier ligt, omdat we hier die stochastic zien krullen. En we hadden een latere optie, dat was hier. En dat was eigenlijk een dag later. Dus we moeten de grafiek even netjes zeggen. Zo, dat die dus iets later kwam. Omdat de double stochastics inderdaad nog wat verder daalde. En dat zijn eigenlijk de, tussen aanhalingstekens, normale bodemniveaus bij een cyclusbodem. Nou, inmiddels denk ik dat we het weten. Het was de tweede optie. We hebben hier een cyclus bodem gezet met een zogenaamde een bullish pin. Je ziet hier, die staat aan de onderkant, een bottoming tail bar aan de onderkant. Dus deze bar was eerst helemaal rood. In de loop van de dag kwamen kopers in de markt en uiteindelijk sloot de koers min of meer onveranderd. En deze staat aan de onderkant, moet je dus eigenlijk bullish zien. Nou, dus het is echt zo'n klassiek omkeermoment. Dus de high daarvan op de volgende dag, zeg maar rond 25.330. Dat is dan het instapniveau voor swingtraders. Dat zien we ook als we naar de tweedaagse kijken. Dus hier rechts. Elke bar zijn 2 dagen. En we zien hier dat hier die cyclus begint. Dus eind juni. En we zien dat hier die knik, dat die overeenkomt met de knik van de dag. Want daar is dus de mid-cycle low gezet. Dus we kunnen deze pijl weghalen. En we noteren de halve nu dag 1, 2, 3, 4 van de lopende cyclus. Nou, waarbij we dus vaststellen dat de cyclus daarvoor uit de markt de bullish was. Want we zien dus een hele lange stijging. Amper eigenlijk correctie. In tijd en ook in prijs. En we zien wat we eigenlijk noemen een soort build-up. We zien dus hier, en dat heb ik ook uitgelegd, een soort contractie van volatility. Waarna je moet wachten op een uitbraak. En die contractie van volatility, die build-up, die ontstaat dus hier tegen die bovenkant, of eigenlijk de onderkant van de zone hier in de week. Die weerstandszone tussen 25,5 en 25,8. Nou, we zien, de markt is daar nu uitgebroken. Je zou dus deze zone als zo kunnen intekenen. Zo. Zo. We zijn hier dus uitgebroken. En dat betekent dus de facto dat er nu ruimte ontstaat tot het volgende niveau. Tot 25,8. Tenzij de koers nu eigenlijk fors zou gaan wegbreken. Dus stel nu dat wij hier nu een hele grote rode candle krijgen. En die onder deze top komt. Dus ik zal het even met een pijl hier markeren. Dus dit is de vorige high. En stel nu, krijgen hier nou een hele grote rode candle. Dan heb je eigenlijk een failed break gehad. Dus dan heb je die top hier gebroken. En dan wordt die met kracht teruggebroken. Dat zou een heel negatief scenario zijn. Maar zolang we eigenlijk boven dit niveau blijven, laten we zeggen boven de 25, nou, 480, zeker op slotbasis, eigenlijk boven de low van deze groene candle op slotbasis, is er niks aan de hand. En is het volgende koers toe 25.800. En in deze zone hier rechts, ja, daar zal inderdaad worden beslist of wij daarna verder die kant op gaan, dus zeg maar richting de 26,5 en hoger, of dat wij, zoals hier het geval was, hier weer afketsen en deze weg gaan inslaan. Nou, gegeven de eerste cyclus op dagbasis, die natuurlijk heel bullish was, lijkt het erop dat wij het eerste scenario gaan volgen. Nou, dus dat moeten we zien. Dus nogmaals, hier gezien de trend en cyclus lijkt een verdere stijging tot 25,8 en 26.000 meest waarschijnlijk.
Maar let op, mochten we hier met alle geweld onder de 25.500 dalen, 45.000, zeker op slotbasis, dan is dat in ieder geval een teken om longposities te sluiten en zelfs mogelijk naar de shortkant te gaan draaien. Goed, dan gaan we dan naar de DAX en daar zien we dat het beeld toch wel wat anders is. Je ziet de DAX is veel minder bullish. Dus je ziet eigenlijk, als we even fundamenteel praten, de uitwerking van die handelsoorlog. Alles wat US is, stijgt in waarde. Je ziet Nasdaq omhoog, Russell omhoog, S&P omhoog, Dow omhoog. En je ziet Chinese aandelen omlaag, je ziet Duitse aandelen omlaag. Omdat met name ook de Duitse auto-industrie daar heel veel last van heeft. En dat is een zwaar gewicht in de DAX. Nou, dus het vertaalt zich dus in een toch wat ander plaatje hier in de DAX. We zien dus dat de DAX ver verwijderd is van zijn all-time high. All-time high ligt zeg maar rond die 13.500. Daar zitten we zeg maar 900 punten onder. En ook deze beweging is minder bullish. Hier noteren we dus de bodem op 20 juli. Dus we zitten hier nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 13e bar. In principe ga ik er dus vanuit dat hier de mid-cycle low is gezet. En de vorige keer had ik het erover. En toen hadden we dus alleen deze candle. Dit zagen we dus. In principe was dit bullish. Maar we moeten even kijken. Stel, daar komt nog een hele grote rode candle aan die dicht bij het begin gaat van deze dagcyclusbodem. Dan begint het plaatje toch wat minder bullish te worden. Nou, kijk wat er gebeurde. Deze candle raakte dus eigenlijk het beginpunt. En nu zien we wel wat herstel in de koers, maar we zien allemaal overlappende bars. En ook hier zou je nu kunnen zeggen, met volatility, kijk, dit is in principe, dat zien we hier ook, een soort contractie van volatility. Dus we zien allemaal kleine bars. En we weten dat gevolg heeft dat er weer grote bars komen. We zien het hier ook. Allemaal kleine bars en we zagen daarna een beweging uiteindelijk van zo'n 300 punten. Dus ook dit moeten we in de gaten houden. Je zou dus kunnen zeggen, nou, stel we breken boven 12.700 uit op slotbasis, dan is dat bullish. Wat is de kans daarop? Lastig te zeggen, als we even rechts kijken, dat is de tweedaagse cyclus, die is hier gebodemd. Hier. Dat is ook de weekbodem. Nou, en daar zie je heel duidelijk dat deze nu 2, 4, 6, 8, 9 is de mid-cycle low, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bars noteert. Dus dit is de tweede cyclus van de tweedaagse cyclus. Deze tweede cyclus is tot nu toe verre van bullish. Want we zien dus het begin is relatief bullish, maar we komen amper boven deze top uit. Daarna breken we toch weer terug. En nu hebben we hier eigenlijk een soort status quo. En dat betekent eigenlijk als volgt. Onder de 12.500, in ieder geval onder de 12.500, is er een duidelijk verkoopsignaal. Onder de 12.550 zou ik zeggen op slotbasis krijgen we dat verkoopsignaal ook al. De tweedaagse suggereert dat dit hier mogelijk al de top is, omdat we hier al heel duidelijk dat M-patroon zien. Dus we zien dat dit de mid-cycle low is hier. En we zien dat we hier toch al wat zwakte hebben. Dus als je puur naar de cyclus kijkt, dan zou het hoofdscenario zijn dat wij binnen afzienbare tijd weer zeg maar die 12.100, misschien zelfs de 11.800 gaan aantikken. Nou, maar nogmaals, dat is het beeld aan de hand van de cyclus. We moeten dit ook in de gaten houden, want de markt heeft tenslotte altijd gelijk, ook al zou het scenario anders luiden. Dus we moeten die break afwachten. Onder 12.500, 550 op slotbasis, is dat verkoopsignaal er. Boven de 12.700 op slotbasis, ja, kan het zomaar weer opwaarts uitbreken. Tegen de veronderstelde
veronderstellen richting van de tweedaagse cyclus. Dus voor een bearish scenario is het belangrijk dat we nu even niks doen, want we zitten nu in die inside bars hier. En je ziet het, daar ga je dus alle kanten op, heen en weer en nog een keer binnen een range van 100, 150 punten. Dus we moeten hier een uitbraak afwachten. En misschien hebben we nog even de weekchart erbij kunnen halen als referentie. Even kijken. De weekchart is dus hier gebodemd. Daar heeft tot nu toe 2, 4, 6 bars. Is tot op heden niet uitermate bullish. We zitten in het grote geheel hier nog in die trading range. Dus ook hier willen we eigenlijk zien dat er een soort uitbraak moet komen. En ook hier zou je kunnen zeggen, en dat is dan weer op grote schaal. Kijk even met me mee. Kijk, we hebben hier ook hier een contractie eigenlijk van volatility. Nou, dus dit is, men noemt het een driehoekspatroon, maar het gaat me niet zozeer om het patroon, want ik ben niet zo'n voorstander van hoofd en schouder en dat soort zaken. Maar ik geloof wel overtuigend in contractie en expansie. Dus dat volatility zelf ook cycli doormaakt, dus een periode van lage bewegelijkheid is een voorloper van grote bewegelijkheid. Zoals we bijvoorbeeld ook hier zagen. Kijk, hier zie je dat ook heel mooi in de weekchart hier. Je ziet het. Een trading range. Nou, even, waar is die lijn? Hier. Kijk, trading range. Dus hier zie je een lage volatility en vervolgens een grote uitbraak. Nou, hier zien we hetzelfde. Periode van lage volatility en weer uitbraak. Nou, kortom, we zien dat hier eigenlijk nu in het groot. Dus je ziet dat we eigenlijk in een steeds kleinere range komen. En dat betekent dat je een keer moet uitbreken. En ja, dat kan dus twee kanten op. Of we gaan dus een test krijgen, zeg maar, van die 13.500. Misschien een uitbraak aan de bovenkant. Stel dat dit scenario hier op dagbasis uitkomt, dan zou je dus aan de onderkant gaan en dan, hè, dus als we naar het scenario van de tweedaagse kijken, dan zou het eerder voor de hand liggen dat we die onderkant gaan testen van die cycle. Dus nogmaals, speculeren heeft hier nu geen zin. We moeten dus wachten op die uitbraak. De tweedaagse cyclus suggereert dat wij mogelijk aan de onderkant kunnen gaan uitbreken. Price action suggereert dit ook, omdat we hier zeg maar amper boven die high zijn gekomen. Maar we moeten dus hier even deze periode van inside bars afwachten. En dus onder 12.550 of boven 12.700. Nou, dan tenslotte de Bund. Zien we hier. De Bund heeft de dagcyclus bodem afgemaakt. We zien ook eindelijk weer wat beweging ten opzichte van deze periode. Dus dit is voor traders ook prettig. We zien nu een relatief sterk begin. Dus nu is de vraag, hoe nu verder? In de tweedaagse hebben we hier een bodem gemarkeerd. Dus dit is de tweedaagse bodem. Hier begint dus de weekbodem, zo te zien. Kijk, en dat zie je ook, 1 cycle, 2 cycles, maakt dus 1 tweedaagse. En het lijkt misschien zelfs op, even kijken. Nee, hier zien we dus de weekcyclusbodem. Hier. Dus dit is dan waarschijnlijk de mid-cycle low van de week. Nou, dit is een beetje een rare chart. Dat zie je ook links. We hebben hier die enorme run-up gehad met die grote spike. Daarna hebben we eigenlijk een falende poging gehad om die top nog een keer te breken. We zien eigenlijk, we zijn in die zone van die spike en deze twee highs van die candle hier terechtgekomen. Dat zie je hier. Daar is de markt gefaald. Dus deze zone is voor de markt een behoorlijke, in potentie een behoorlijke weerstand. Nou, dus ik kan me heel goed voorstellen dat als de markt nog ietsjes oploopt,
en weer in die zone terechtkomt, dat we dan weer een afwijzing gaan zien. Dus mijn aandacht gaat nu uit naar een iets wat verdere stijging van mogelijk, nou, nog zeg maar een half tot een heel punt. En dan wil ik eigenlijk in die zone zien wat er gebeurt. Als ik daar weer een omkeerbar zie, dan bedoel ik dat om te shorten. Nou. Maar het kan natuurlijk ook aan de andere kant, want we zien nu ook dat de markt hier, we zien eigenlijk dat die banden nu zeg maar bij elkaar komen. We hebben dus hier een eerste weer nieuwe daling gehad en mogelijk is dit wordt hier een lagere top gezet. In de quick zie je het al, we hebben in de quick die slow line ligt eronder, die korte ligt erboven en dit genereert een zogenaamde first cross sell. Volgens de methodiek van Linda Raschke, even opzoeken op Google, first cross sell, Linda Raschke, dan zie je dat dit een verkoopsignaal is van de quick indicator. Maar ook hier wil ik dan een omkeersignaal zien in de bars. Dit zijn nu allemaal inside bars hier. Ook hier zien we dat. Kijk, hier zie je ook die contractie weer van volatility. We zien dus hier dat de bars kleiner worden. Dus mogelijk dat we hier nog één beweging omhoog krijgen, omdat we nog in het begin zitten van de tweedaagse en ook van de dag. En dan in deze range dan mogelijk topvorming uitzoeken. Dus dit plaatje is wat lastiger in die zin. Maakt ook lastig in de week. Je ziet hier daarvoor eigenlijk één grote training range. We zitten nu ten opzichte van die MA-banden eerlijk aan de bovenkant. En dat geeft mij eerder de suggestie dat we, als we weer in die zone hierboven terechtkomen, dat daar wederom weerstand ondervonden wordt en dat we daar mogelijk een short positie kunnen innemen. Dus ik wacht totdat we in die zone zitten. Dat is één. Of dat wij met een grote candle hier onder deze drie candles komen, deze inside bars, waardoor ik dan zeg maar de sterke indruk heb dat dit een lagere top is en dat dit een eerste impuls omlaag zou zijn met een herstel en een nieuwe impuls. Kortom, ook hier even wachten dat die zone wordt uitgebroken. Opwaarts wacht ik tot we hier dan weerstand ondervinden. Neerwaarts zou ik dan dit benutten om een short trade aan te gaan.